hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Rollercoaster Tycoon 3. Het heeft weer een tijdje geduurd, maar we zijn er weer met een nieuwe aflevering voor deze week. Jullie zien dat ik hier mooi op El Rio sta. Ik heb zelf besloten om hem te rijden. Ik ga namelijk Peter Pan's Flight uit Bobbejaanland, nee, ook al zeg ik Bobbejaanland, uit Disneycraft namaken. Proberen dan zo mogelijk. Nee, we gaan toch niet de dingen inzetten. Ik ga hier een andere achtbaan inzetten, wel in Disneycraft ook. De Robin Hood, een houten achtbaantje. Dat heb je hier nog gewoon niet staan, een houten achtbaan. Alles is hier van staal gemaakt. Hout komt hier nog niet terug. Dus ja, dan spreekt voor zich dat we wel een houten achtbaan gaan neerzetten. Ik moet de baan eventjes pakken. De houten achtbaan. De normale houten achtbaan moeten we gewoon hebben. Geen mijntreintjes, gewoon een normale houten achtbaan. Waar is de normale houten achtbaan? Hier is die ze. De houten achtbaan. Kunnen wij een ritje maken zonder luik? Als we erin komen tenminste, ja. Yeah. Ja, het harde geluid natuurlijk. Ik moet de kleuren en toen nog allemaal aanpassen. En dat is nog een heel gedoe met kleuren en zo. Voilà, daar gaan we. Opgetakeld, of toetakeling van de optakeling van de Robin Hood. Maar zo gaan we hem niet doen, maar we gaan hem zo anders doen.
heel lang bezig, Jake. Sorry daarvoor, maar we hebben een nieuwe achtbaan gedaan. Dus dat wat is, kijk, staan. Lekker in de baan. Heuveltjes. Hoppla. Weer daling. Weer het schuin aan de bochtje. En weer van de boog. Dat halen we. Voilà. Zo weer op de bocht. Door de baan vlak door. Op het blokcircuit zeg maar van het station nog. En ja, houd de achtbaan eens weten voorlopig. Kunnen wij nog kaartjes toevoegen. Aan het trein nummer 2. We kunnen wel nog voor andere kaartjes gaan. We hebben deze kaartjes ook nog. En ik weet niet hoe die met deze kaartjes eigenlijk, als je dat dan wel haalt met deze kaartjes. Nu, dat zal normaal wel moeten. Want dit is een langere, ja maar alhoewel, want dit is een langere trein, want ik weet het eigenlijk niet. Oh ja, daar is hij. Hij haalt het wel. Maar ik weet niet of het eigenlijk wel zo'n leuke karretjes zijn om dan te gebruiken. We hebben nog andere, we hebben deze nog. We hebben dezelfde, we hebben het achteruit. We hebben Indianenstijl. Ik denk dat we deze gaan behouden. Of toch deze. Maximum wat we kunnen van treintjes. Dan gaan we even kijken hoe dat eigenlijk uitziet. Dubbel omrijd, alweer. Maar ja. Dit zegt, dat zijn van die... Het zijn heel andere karretjes dit, hè. Dus ja, het is een heel andere... Ja, het is helemaal anders. De karretjes en zo. Dus ja. Ik wil even kijken hoe dat uitkomt, hè. Ja, hij haalt het wel, maar... Ja, het is helemaal anders, het is helemaal andere karretjes. Dus het zal wel een heel ander effect zijn dan je met de bocht en de afdaling. Misschien hebben we achteraan gaan zitten. Dat is ook wel leuk, eens een keertje achteraan dan zien we alles. Hup, takas. Dan gaan we jongens achteraan in de afbaan. Zonder naam voor. Volle speeds. Hij zegt hard gaan. We gaan hier eigenlijk wel door de baan heen. Zie ik. Maar rollercoaster, ja. Ik vind dat goed. Blijkbaar. Ik sla erop. Dames en heren, dit was de aflevering van... ja, dit was een nieuwe aflevering. We zijn in jaar 12 en we weten niet wanneer open gaan, maar we hebben nog veel te werken in deze park. We hebben nog veel wat open staan.